Tractorpoeling TV wordt mede mogelijk gemaakt door Welner Fruit uit Meteren en Autobedrijf Van Maurik. Al 25 jaar een begrip in de Betuwe. Kijk voor een betrouwbare occasion op www.autobedrijfvanmaurik.nl. Dan hebben wij ook de kunststof CQ plastic exemplaren. En het neusje daarmee vol om in ieder geval een tegenstander toch een klein beetje in verwarring te brengen als het gaat om de balans. En het hoofd is heel mooi uit te laten zien natuurlijk. De volgende is een stalen, maar voor de rest zijn het plastic. Allemaal van plastic. Ja. Hoe is het hier in het hekkaart? De was van de rustig blijven. En dan was een redelijk onbekende trekker van deze vlag die gewoon de bal gaat potentie onder de kap heeft zitten. Erik zal oude Dream het hier ongetwijfeld goed doen. Maar gaat het natuurlijk hier tussen Vampower en de Groene Aardbei. En er zijn een aantal mensen tot de tanden toe bewapend om dat hier eens eventjes te gaan uitvechten. Het gaat niet alleen om het Nederlands kampioen, het gaat ook nog om een feestje van mij natuurlijk. En als je dat hebt, dan laten we daar gewoon aanspreken om het feestje sowieso doen. Ja. Komt er moeizaam bovenop. Yeah.
Even kijken naar de landtoren van Hoeker. Ook dit seizoen op de banen waar het Brugge de Hartog waarschijnlijk is. Daar gaat iets, lijkt het wel in de achteras, in de bak. Niet goed, nou bak in de achteras. Ik zie wel dat het aardig verbroedert, want ik zie als je voor de 110 meter, hier zo'n beetje bij de 90 meter naar binnen loopt en je vraagt om een red impact pad, dan denk ik dat je heel snel weet dat je nog gewoon een paar meter verder moet zijn. Ja, dat klopt. Ja, ze sturen hier vast wel door, denk ik. Het zijn wel aardige jongens ook. Ja. Ik wil weer zijn op iedere kant, hè. Dat kan niet wel. Ik ga straks nog eventjes met de groene heren nog even praten. En ik ga dat natuurlijk ook doen met Gerard Stickers, de man die mij een aantal keren naar het leven heeft gestaan dit seizoen. Automatische motorkap bij jouw kant. Ja. Een verschil van inzicht, Erik, zoals we dat wat thuis takjes uitdrukken. En wat voor bijschrijvers hebben wij dan? Gaan we kijken naar de Duke. Uit Hilversum van de heerlijke Emmer. De Formule 560 die daarmee, en dat vind ik dan wel weer mooi. Ja. En dan denk ik dat het tijd is. Als het half tijd is, dan moet het eerst worden. Het doet net iets te. Ga ik eerst even kijken naar iemand die hier zijn kans gebruikt. En in van pak, die man zal gaan. De groene aardbeien, die is erbij. Is dat een bol? Is dit nou een bol, Chrysant? Ja, dat is zo bij de Milieustraat, dan ruikt het toch eigenlijk wel. Ja, omdat ik alle groene zooi van pad afgelopen. Metertjes! Ja, 108 meter moet hij gaan doen. Michael Raas, komt ie! En 896. En dan gaan we zo meteen eens even kennissen wat de twee groepen die in de jaren zijn gestroomd. Want we hebben de kist trouwens ook wel gedaan. Maar we zullen een aantal mensen hier geen gebruik aan zijn. Kunnen we gaan even de
het heel spannend, heel fijn gehad. Sterk. Mooi. Aan deze kant geen finale. En dit begin gaat aansluiten bij de afstanden die wij hebben. En betekent dat daarmee... Op plaats nummer 3 gaan wij door naar de middelste trainer van het Eresgevot. Links plaats nummer 2, Verpaar. Wij in de 3,6 promo het Eremetaal aangeboden op Firma Kampsteeg. En dames en heren, plaats nummer 2, de Groene Aardbeek. Combinatie van de heer Overheem uit Ede voor de grootste of Stokslaai. We gaan zoals wat te voelen, dat zijn we nog maar van onze eerling. De man met de groene vingers bij uitstek zijn het knolbegonia's. Dat is een verhaal. Hebben wij op plaats? Hebben wij daar een eerste slot gepleegd voor de 3,6 promo in de buurt? Tractorpoeling TV wordt mede mogelijk gemaakt door Welner Fruit uit Meteren en autobedrijf Van Maurik. Al 25 jaar een begrip in de Betuwe. Kijk voor een betrouwbare occasion op www.autobedrijfvanmaurik.nl.